kijkers, van harte welkom bij Manager TV. Wij zijn de komende 3 weken te gast hier in Beveren voor een nieuwe reeks over de economische troeven van deze gemeente. En ondanks het koude winterweer wordt er hier stevig gefeest. Beveren is een bijzondere gemeente. Beveren is geen doorsnee gemeente van 46.000 inwoners. Onderscheidt zich van andere gelijkaardige gemeenten. Ik woon volledig in het zuiden. En ik vertrek 's morgens op de boeren buiten. Ik rijd door een stedelijke kern. Ik neem een autostrade en ik kom in een wereldhaven terecht. Zonder 1 millimeter van de gemeentegrens overschreden te hebben. Er zijn weinig burgemeesters dat kan zeggen. Maar naast dat economisch gebeuren is dus Beveren ook op andere vlakken. Dus een bruisende gemeente. Onder andere, je hebt kunnen merken dat hier vandaag kermis is, om ervoor te zorgen dat naast het welzijn op economisch vlak, ook het welzijn van de mensen niet vergeten wordt. We hebben verschillende KMO-zones. We hebben ook geprobeerd om dus het wat op te splitsen. De KMO-zones die zich meer ontwikkelen in het centrum van de gemeente, daar hebben wij vooral dan transportbedrijven uitgeweerd. Die hebben we daar meer aan de rand van de gemeente. En dus wat betreft de andere zones heb je dus meer kleine en middelgrote bedrijven. Dus gans de waaiers, alle economische bedrijven zijn hier welkom. Beveren is een ruime gemeente. Wij beschikken hier over veel ruimte. Wij proberen ook wel met die ruimte op een spaarzame manier om te gaan. Maar we zijn dus nu volop bezig om dus Doornpark, daar een derde fase van om en bij de 10, 15 hectare bij te realiseren. Die zullen dus in de loop van volgend jaar te koop worden aangeboden. Parijnpark, waar vroeger het enigste fabriek van Beveren stond, 2 jaren geleden, hebben wij dus op een prachtige manier aan die conversie gedaan. Dat is bijna volgebouwd. Met andere woorden, wij proberen vanuit de gemeente ervoor te zorgen dat er ruimte is, dat er nieuwe bedrijven, maar ook bestaande bedrijven die zo'n vreemd zitten of die eventueel te krap zitten, de kans hebben om hier in Beveren zich verder te ontwikkelen. Bedrijven moeten dus milieuvergunningen aanvragen, moeten bouwvergunningen aanvragen. Ik denk dat het belangrijk is dat er vanuit het beleid dat op een vriendelijke manier ondersteund wordt, dat het dus mee begeleid wordt op welke manier. Veiligheid in onze gemeente is zeer belangrijk. Hè? Veiligheid is belangrijk voor de bedrijven, maar is ook belangrijk voor het gemeentebestuur. En op dat vlak hebben wij dus een soort consortiumbewaking om op die manier die veiligheid een stuk binnen die KMO-zones te verzekeren. Heel wat inspanningen dus die de economische toekomst van Beveren moeten verzekeren. En dat die niet alleen gebeuren voor de reguliere arbeidsmarkt, maar ook voor de sociale economie, ziet u zo dadelijk. Eerst stellen we enkele Beverse bedrijven aan u voor. Heel graag, tot zo. Dag kijkers, opnieuw welkom bij Manager TV. We zagen net al hoe Beveren heel bewust de KMO-zones uitbreidt voor de toekomst. Maar ook voor de sociale economie gebeuren hier heel wat inspanningen. Ik ga daarom eens kijken bij de gemeentelijke klusjesdienst. Sociale economie is in de gemeente Beveren ook belangrijk. Wij willen daarin blijven investeren en we hebben dat ook in het verleden al gedaan. Dus we hebben onder andere een klusjesdienst opgericht waar dat nu mensen actief zijn als tewerkstellingsproject, waar dat zij een nieuwe toekomst kunnen uitbouwen. Maar langs de andere kant is het ook belangrijk voor onze inwoners, omdat zij kleine klusjes die anders niet gebeuren, op deze manier kunnen laten oplossen. Doorstroming is een stuk belangrijk op dat vlak, dat mensen die in sociale economie vertrekken, dat zij na een tijdje kunnen doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Het project was een succes van in het begin. We hadden er wel een beetje schrik voor. In het begin dachten we van gaan die mensen altijd werk hebben. Maar nu zien we dat er zelfs een wachtlijst is van 1 tot 2 weken vooraleer onze klusjesdienst bij de mensen komt aankomen. De waswerkplaats of de beschutte werkplaats is eigenlijk al een verhaal met een hele geschiedenis. Dus meer dan 30 jaar zijn ze al actief in de gemeente Beveren. En het is moment om verder uit te breiden, want hun gebouw is dan wat onderdrukt, is te klein geworden. En daarom hebben we met de gemeente Beveren beslist om toch een bedrag van meer dan 2 miljoen euro te investeren in een nieuw bouw voor de waswerkplaats. Zodanig dat de groendiensten die nu momenteel verspreid zitten, dat die allemaal in Beveren kunnen gecentraliseerd worden. En daarnaast komt ook de groep Intro met een leerwerkplaats, waar dat jongeren die het moeilijk hebben en die op de arbeidsmarkt niet zo gemakkelijk een job vinden, ook terecht kunnen. En daarnaast komt er ook nog een strijkatelier, waar dat dus iedereen terecht kan om zijn strijk te laten doen. Op deze manier kunnen we de werkgelegenheid op die zitten toch verhogen en de Waas werkplaats aan 1 zal naar meer dan 100 werknemers gaan daar ter plaatse.
Daarnaast willen wij toch ook alle andere werkgevers blijven betrekken bij alle mogelijke initiatieven. En daarom richten wij bijvoorbeeld ook opleidingsvoormiddagen in, waar dat werkgevers uitgenodigd worden om alles wat met de werkstelling te maken heeft, daar kennis van te komen nemen. En daarnaast doen we ook in samenwerking met een aantal bedrijven, jobbeurzen, zodat we ook de sollicitanten die er zijn op de markt proberen te koppelen aan de bedrijven die hier bij ons actief zijn. Er beweegt dus heel wat hier in Beveren, ook in de sociale arbeidssector. Zoveel is duidelijk. Heel graag, tot zo. En dat was het voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week voor een nieuwe Manager TV Beveren. Tot dan. Dag.